kijkers, dit is de Porsche 911 GT3 RS. En dan denken jullie meteen, GT3 RS, GT3 RS, die hebben jullie toch al gehad? Boe! Nou, er komt niet alleen water uit de hemel, maar ook een klein beetje uit mijn ogen. Dit is de GT3 RS. Nou, en kijk nog maar even goed, want we gaan hem dus niet rijden. Wij stonden bij Porsche in Stuttgart en het regende. We kregen de auto dus niet mee. En vandaag is het droog. En zo klinkt de allerleukste 911. En die gaan we maar eens even proberen. Dik 8000 toeren haalt deze GT3 RS. En ja, dan klinkt die heel goed hoor. Laat niemand nooit meer zeggen dat watergekoelde Porsches niet klinken. Oh. Tijd om te kijken hoe die op de snelweg gaat. Ik heb de sportknop ingedrukt zodat we de uitlater nog iets beter horen. Schakel even terug nu naar z'n drie en... Het valt mij echt nog hartstikke mee hoe ontzettend comfortabel die auto is. Oké, die kuipstoelen zitten wel heel erg strak op mijn hele strakke lichaam natuurlijk. Maar ik moet zeggen, oké, Zuid-Frankrijk moet je er niet mee doen, maar op de snelweg is echt prima te doen hoor. Binnen is zo'n RS nou niet echt speciaal, het is eigenlijk gewoon een 911, dan wel de GT3 uitgevoerd. Ze hebben niet eens de moeite, als je naar de toerenteller kijkt, om er een RS-klokje van te maken. Er staat gewoon GT3 op. Kijk, collega Porsche rijden. Hier heb ik de folder van de GT3 en de RS. En het is echt grappig als je namelijk achterin kijkt en je kijkt bij specificaties. Dan is gewoon alles hetzelfde. Het maakt niet uit. De compressie, de schakelbak, de stuurinrichting, de draaicirkel, de velgen. 415 pk. 415 pk. Zelfde motor. Het enige verschil, het gewicht. En nou, dan denk je dus de RS, de Rennsport, die is extra licht. Het scheelt maar 20 kilo. 20 kilo lichter, dus ja, één keer goed tafelen en je bent het alweer kwijt hoor, dat verschil. Ja, hier kun je het goed zien. Die RS is namelijk gebaseerd op de Carrera 4, oftewel met de brede heupen. En ja, daarom weegt hij ook 1375 kilo en is hij niet de allerlichtste geworden. Want ja, het is toch weer meer kilo's hè. Zeggen, die versnellingen die zijn wat lang, dus op het circuit kan ik me voorstellen dat dat niet fijn is, maar hij gaat door tot aan 8200 toeren en oh, wat klinkt dat ding goed zeg. Ik zeg de tunnel, ik zeg we gaan het raam open doen en we gaan weer eens ouderwets herrie maken. Zo, en dat was hem dan. De GT3 RS. Eindelijk hebben we hem gereden. Ja, en wat voor een ervaring is dat dan? Nou, natuurlijk, een GT3 RS rijden is altijd lekker. Maar ja, zo heel bijzonder is het natuurlijk niet meer als je onlangs nog een gewone GT3 hebt gereden. En ja, de verschillen zijn gewoon niet groot. Ja, waar zit het hem dan in? Nou ja, kijk om je heen. Het uiterlijk. Ja, je krijgt natuurlijk die striping. Ik vind die zwarte velgen ook fantastisch. En natuurlijk die mega taartscherp achterop. Ja, en de kleuren, hè? Dat maakt hem echt bijzonder. Het kost 3500 euro extra om hem in dit oranje te krijgen. Dan kom je nog altijd uit op 196.000 euro. Dat is een dikke 30.000 euro meer dan een gewone GT3. Ja, en of die dat waard is, nou, zoals de verkoper bij Porsche eigenlijk zei,
dit is vijfde, zesde auto voor veel mensen. En die kijken echt niet op een paar dubbeltjes hoor. Nou, en daarmee hebben we alle elfjes geloof ik wel gehad. Even kijken hoor. Turbo Cabrio, check. Turbo, check. GT3, check. GT3 RS. En de 4S Targa. Ja, het is wachten op de GT2, hè. Tot de volgende keer.